Oké, in deze video even aandacht voor de uitwerking door mijn leerlingen wat betreft deel 1 van de PO Arduino. Hallo, het project bestaat uit 5 delen. Dit is mijn Arduino, zoals je kunt zien. Ik heb een luchtvochtigheidsmeter en een buzzer geïnstalleerd. Dus hier zo heb je, registreert hij elke keer mijn luchtvochtigheidsmeter. Dus de luchtvochtigheid, dus de humidity en de temperature. En zoals je kunt zien is het nu gewoon 31, een beetje standaard waarde voor luchtvochtigheid in mijn kamer. En ik heb gedaan, dus dat zie je, even kijken hier zo, dat als de humidity, dus als die wordt geregistreerd, groter is dan 45, dan gaat hij dit mooie deurtje afspelen. Ik zal het even demonstreren. Dus dit is een prima demonstratievideo. Je ziet eerst dat de waarde hoger wordt. Dat is de bedoeling. En dan, dus nu is hij één keer hij hoog geweest, dus 48, en daarna is hij meteen weer gedaald. Zo krijg je dat deuntje. Leerling moet twee inputs en twee outputs koppelen aan Arduino. Dat is dit is mijn functioneel ontwerp en mijn technisch ontwerp. Ik snap dat dit een beetje verwarrend is, dus ik zal het even iets beter laten zien. Daarbij maak ik het functioneel technisch ontwerp. Hier zo is de Arduino getekend, samen met mijn buzzer en mijn luchtvochtigheidsmeter. Dat kan dus prima. Dus ik heb gewoon mijn ontwerp even schematisch neergezet. Schetsen op papier. Als eerste heb ik laten zien, heb ik erop gezet wat voor functies hij moet hebben. Dus hij moet eerst de input registreren. Dus de luchtvochtigheid, die meet dus de luchtvochtigheid. Dat is de input. Dan moet hij verwerken van het input naar de output. Dus hij registreert bijvoorbeeld een waarde van 40 humidity. En dat is dus de input. En die gaat verwerken naar de output. En de output is dus dat de buzzer niks doet. Omdat hij niet hoger is dan 45. Dit gaat prima. Nou, dat is dus dat, deze functies moest hij hebben van mij. Ik heb dus een relatie tussen die twee. En de relatie dus tussen de buzzer functies en de luchtvochtigheidsmeter. Dat is een functioneel ontwerp. En mijn output is dus wat de buzzer doet. Dus de bus gaat piepen in mijn geval. Twee inputs en twee outputs zijn gebruikt. En de input is dus wat de luchtvochtigheidsmeter, dat is dus de input. Nu heb ik hier opgeschreven waar de pinnen heen gaan. En wat bijvoorbeeld de datapin is. Het is want dat een technisch dus ontwerp. Dat en bij uitgelegd de is ook gedaan. Dus de hoe pluskant, die functies worden uitgelegd. Of welke techniek wordt gebruikt. De pluskant welke gaat dus naar de datapin. En welke dit code. Is de datakant. Samen vormt nu nog even over de code een klein beetje. Ontwerp. Leg de code uit. Dat is niet nodig in de opdracht. Dat moest ik zichtbaar dat staat in het functioneel technisch ontwerp als het goed is. Moest ik dus eerst en ook de logica van de code. Library, dus dat heb ik eerder gedaan. En daardoor kan hij dus de input registreren. Dat was het. Hallo en welkom bij deze promotievideo voor het spel van Timo maakt. Zegt. En Timo zegt wat jij moet doen. Timo vertelt, jij doet het na. Het is nou eigenlijk voor te vroeg, omdat we aan het begin van PO staan. Met als je inplugt, in. Tijd voor te, om een promo te maken, maar om een demonstratie te maken. Lekker. Zo. Direct piepen. Speelt er een mooi patroon zelf. Je kan op een van de knopjes klikken. Om het spelletje te laten starten, komt er een lekker bandje. En dan moet je hem na gaan doen. Want Timo zegt wat jij moet doen. En jij doet hem na. Doe je hem fout, moet je overnieuw beginnen. Het is heel simpel om het uit te zetten. En dat heb ik ook verwoord in het mooie functionele ontwerp. Dit is eigenlijk gewoon een heel overzichtelijk overzicht van hoe gebruik je Timo zegt. Zo kan je ook dus een functioneel ontwerp maken door een stroomdiagram te maken. Het hoeft niet een layout te zijn, niet een tekening of een foto, dat hoeft niet. Het mag wel. Als de logica van de functies laat zichtbaar is. Overgang is. Je drukt op een knop om te starten. Alle lichtjes branden even snel als teken van de start. Nou, hij legt het niet uit met gebruik van zijn apparaat, maar in principe moet het functioneel ontwerp dat zelf zichtbaar maken. Welke onderdelen
Zorg voor de uitwerking van welke functie. De goede knop. Dan komt er een nieuw lichtje bij en dan krijg je een soort van patroon. Heb je het goede patroon, komt er weer een nieuw lichtje bij en het gaat zo door. Heb je niet dezelfde knop, dan hoor je het geluid dat het fout is en begint het allemaal opnieuw. Hierbij heb ik ook een mooi bovenaanzicht. Het mooie bovenaanzicht is gemaakt in Tinkercad.com. Dus heb je de layout nu apart gemaakt. In principe maak je een functioneel ontwerp binnen je layout, zodat het nogmaals duidelijk is welke onderdelen welke functie uitvoeren. Snoertjes. Zonder dat je er een video bij hebt. Snoertjes. Snoertjes en snoertjes. Ik heb die trouwens vastgemaakt met een mooi touwtje om het een beetje overzicht te laten. En hier geldt hetzelfde. De lampjes zijn de lampjes. Ook logisch. Deze zwarte dingetjes zijn de knopjes. Maar die heb ik hier een geel dopje op gedaan, zodat het een mooie knop wordt in plaats van zo'n lelijk knopje. Daarboven zie je een raar pinnetje. Dat zijn deze blauwe dingetjes hier. En dan tot slot in deze promotievideo gaan we het allerbelangrijkste van allemaal laten zien. En dat is de kern van Timo zegt. De code. We gaan heel even snel door de code heen lopen. En dat is dus niet de bedoeling. Dat is niet de bedoeling van functioneel technisch ontwerp. Dan laten we de code zien. Voor zover dat uitleg is. Worden de inputs van de uitleg van je functies. Dus je zou je stukjes code in je functioneel ontwerp kunnen plakken. Aan het eind van deze video. Dit is het einde van deze prachtige promo video. Ik hoop dat jullie hiervan genoten hebben. En vergeet niet te abonneren op het kanaal van mijn favoriete docent van terrein informatica voortgezet onderwijs. En dan zie ik jullie bij de volgende promotievideo. Timo zegt wat je moet doen en jij doet het. Video voor Arduino PO1 voor informatica. Dit is mijn setup, een breadboard, een Arduino. Op de breadboard is een button, twee LED's, twee resistors, een tilt sensor en die zijn met de Arduino verbonden via jumpers. En mijn input zijn dus de button, deze de jongen sensor, houdt het heel technisch. En in zekere mate de serial monitor input. Nou, dan krijgen wij zijn, die niet twee veel LED's. En, in het functioneel ontwerp. Dat mist. Dus stel, we voeren het getal. Hij legt het technisch ontwerp uit. Maar in principe laat je als eerst zien via een functioneel ontwerp. Dan zegt wat je gemaakt hebt. Die ontvangen heeft. En, en het technisch ontwerp legt hem uit drukken, hoe je het gemaakt hebt. Druk houden en dan zal het lampje drie keer gaan knipperen. Demonstratie is prima. Daarnaast kunnen we het rode lampje aan laten gaan door dit ding schuin te houden, want dat activeert de tilt sensor. Dan hier nog het stroomdiagram. Dit zou een onderdeel kunnen zijn van je technisch ontwerp. Is de een technische uitwerking alleen, niet heel erg informatica gerelateerd. Een stroomdiagram kan dus de basis zijn van je functioneel ontwerp, maar dan moet je het niet te technisch houden. Dan moet je de onderdelen duidelijk benoemen. De inputgebruiker heeft iets ingevoerd en op enter gedrukt, dan valideert hij de input. En zeggen hoe die onderdelen verband maakt hij input in een variabele en print hij het weer terug op het scherm. Als het niet klopt, dan print hij een error message. Dan hebben we nog de tilt sensor. Als de tilt sensor actief is, dan gaat het lampje aan. Als het niet actief is, dan gaat het rode lampje uit. Dan hebben we nog de button. Als de button ingedrukt is en de waarde in de variabele die je hebt ingevoerd en de waarde van het getal wat je hebt ingevoerd in de variabele is groter dan 0. Dan gaat hij dus eigenlijk legt ook hier de code uit. En dat is niet onderdeel van je functioneel technisch ontwerp. De uitleg van de code. Ik heb een afstandsmeter in Arduino gemaakt. Zeg maar, het gebruikt een ultrasoon sensor. Die meet dan de afstand. Als ik mijn hand hier zo neerzet, dan zie je het lampje aangaan. En groen betekent dat het heel dichtbij is. Dus zeg maar, hoe dichterbij ik ga, kijk, nu is hij heel dichtbij. Als ik ietsjes verder ga, dan gaat het verder af. Nu is hij bij geel. Dat kan je niet heel goed zien op de video, maar je ziet het wel. Dus het kan de afstand meten. Dus bijvoorbeeld dat is voor, gewoon een leuk voorbeeld. Weet je wel, dan kan je niet van een projectje. Je kan wel die lampjes zien. Dan weet je hoe ver die nog kan lopen. Totdat je een muur raakt bijvoorbeeld.
Dit is mijn Arduino project. Ik heb als twee inputs de DAT11 en de button. Als output voor de button heb ik de LED die gaat branden als je op de knop drukt. En als output voor de DAT11 heb ik de seriële monitor. Daar kan je de luchtvochtigheid en de temperatuur zien. En als tweede output heb ik voor de luchtvochtigheid, als die hoger is dan 45, dan gaat deze buzzer, de piezo buzzer, die gaat dan piepen. Hier is prima om code te laten zien. De layout van hoe mijn project in elkaar zit, dat heb ik gemaakt op Fritsing. En alle uitleg van de code en van alle elementen zie je ernaast. En dat heb ik gemaakt in Draw.io. Allereerst, hier zo zie je de DAT11. Ik heb een perfect voorbeeld van hoe ik een technisch, of een functioneel technisch ontwerp in gedachten had. De temperatuur en de luchtvochtigheid. En de output van deze input is dus op de seriële monitor. Dat kan je daar dus zien. En hier zo is de code van... Dus dan legt het helemaal uit. Maar in principe zou dat niet nodig zijn, omdat als ik de afbeelding bekijk, maakt het mij duidelijk welke onderdelen of welke uitwerking van de functie zorgen, hoe die functies in elkaar met verband hebben tot elkaar, relaties hebben tot elkaar, en ook hoe die functies via welke code en welke techniek die functies uiteindelijk uitgewerkt zijn. En dan is dus uitgebreide uitleg in je video niet nodig, dan stuur je dit in als afbeelding. En dan is alleen nog een demonstratie van het ding in de praktijk nodig. Zie je hier dus drie verschillende pinnen. Deze zijn dus met deze codes gedefinieerd aan. Deze is dus gedefinieerd aan de button, deze aan de DAT11 en deze aan de piezo buzzer. Dat staat hier dus ook zo bij. En dan hebben we hier zo de LED. Deze is dus altijd aan pin 13. Dat staat hier nog zo gedefinieerd. Die eraan is gekoppeld. En dan staat verder is deze echt perfect een output heeft gemaakt. Met dus een te uitgebreide uitleg. Maar een hele mooie uitwerking van technisch functioneel ontwerp. Op de button wordt gedrukt.